Jordan Botaka, 3-3 tegen VV Venlo. Ben je tevreden over deze uitslag? Ja, ik denk dat ik wel tevreden ben over deze uitslag. We hadden een moeilijk begin. Ik denk dat we wel goed voetbal lieten zien. Alleen hadden we het toch wel best moeilijk. En als je achter komt te staan en uiteindelijk gelijk maakt en dan zelfs voor komt te staan. Dan weer achter komt te staan en dan weer gelijk komt. Dat je wel tevreden mag zijn met een gelijkspel. De tegendoelpunten die we krijgen waren eigenlijk tegendoelpunten die we niet tegen hoefden te krijgen, waren eigenlijk domme foutjes eigenlijk. Maar goed, ik hoop dat dat in de voorbereiding blijft en niet meegaat in de competitie. Dus ja, goed, fouten moeten en mogen gemaakt worden en daar leren we uit. Maar al bij al ben ik wel tevreden met de 3-3. Ja. Ja, de stage zit er nu op. Hoe kijk je terug op deze week? Positief, positief. Het was heel zwaar, maar dat hadden we allemaal verwacht. Maar ja, dat is nodig, dat is nodig. Dit is waar het basis legt voor de rest van het seizoen. En het is heel zwaar geweest, het was een hele zware prikkel, het was heel intens. Alleen we mogen zeker tevreden terugkijken over het harde werk dat we hebben geleverd deze week. En, komende 3 weken gewoon doortrekken en zorgen dat we fit zijn en klaar zijn voor de competitiestart.